right, listen up, everyone. They've announced that the technical regulations are changing for next season. Now, there's a risk a lot of our hard work could be undone if we're not careful, so let's figure out how to mitigate this. Drivers, take a look at the developments we have and let us know what you want to invest in protecting. All right, everyone, let's get on top of this. Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze allerlaatste aflevering van F1 2020 My Team Career Mode. Vandaag is het dus de dag dat we deze career mode gaan afsluiten. De laatste aflevering is dus van start gegaan. Aflevering nummer 84 alweer. Carl heeft ons net even doorgegeven dat er een regulatieverandering plaatsvindt, maar die gaan wij niet meemaken. Heb je de vorige aflevering gemist? Eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Abonneer voor meer zou ik zeggen en dan gaan we gelijk door met de kwalificatie voor de grote prijs van Abu Dhabi. We zijn aanbeland bij Q1. Carlos Sainz gaat trouwens weg uit de Formule 1, die stopt ermee na deze wedstrijd. Wij hangen ook de helm aan de wilgen, wij stoppen er ook mee na deze wedstrijd, want dan zitten er 6 seizoenen er dus mooi op. Hebben we nog voldoende tijd om ons voor te bereiden op F1 2021 die over een paar weken uitkomt. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat opbrengen. Schiet hij een klein beetje door. Krijg ook een track limits waarschuwing, maar dat is geen probleem allemaal. Hier weer iets te wijd. Geen track limits dit keer. En van een P22 naar een P3. Op 17e van Lando Norris. We zijn aanbeland bij Q2. Nog steeds op de rode compound. Kijken wat Lando Norris misschien doet. Het kan zijn dat hij naar de medium band gaat. Maar het kan ook zo zijn dat hij dezelfde strategie volgt als ik. En ik denk gewoon dat we door kunnen komen naar Q3. Track limit waarschuwing alweer. Kom aan bij de laatste paar bochten in Q2. Het is al wat schemerig aan het worden. De zon zakt verder en verder weg. En het is een P1 met een 1.32.3. Q3 verloopt dan in de avond. Het is wat bewolkter gaan worden. De lampen gaan ook aan van het circuit zelf. Dat is altijd nice om te zien. En dus moet het er hierom gaan draaien. Wij moeten hopelijk de pole position pakken voor de grote prijs van Abu Dhabi. Voor de laatste aflevering van My Team Career Mode. Het weekend beginnen in stijl schiet een klein beetje door. En dat verpest misschien onze run. Dus moeten we er misschien nog een keer uit voor een tweede run. Hier iets te wijd. En het is een P1 met een 1.31.5. Maar Norris is daar sneller. Is naar pole position op dit moment. En wij zijn verstandig. En gaan dus opnieuw een ronde zetten. Norris denkt het hiermee wel te gaan doen. Dat betekent, stel dat wij pole pakken, dat Norris zich dan in zijn eigen voet schiet. Hier draait het natuurlijk om. Wij moeten zorgen dat wij dus Lando Norris te grazen nemen in de kwalificatie. Het zou wel mooi zijn. We zetten paars in sector 1 neer. Groen in sector 2. De vlag hangt uit in Abu Dhabi voor de kwalificatie van de seizoensfinale. Hier in seizoen 6. We pakken volgens mij de pole position. Fantastic. You've got pole. Jazeker. We geven opnieuw een dreun uit aan Lando Norris door een extra run te doen en zijn een tiende sneller dan onze teamgenoot. Dat is goed om te zien. We stappen naar 3, Leclerc 4, Albon 5, Hamilton 6, Ocon 7, Gasly 8, Sainz 9, Vettel 10. Dat is dus de top 10 kwalificatie. Dan gaan we ons nu opmaken voor de laatste aflevering, voor de laatste wedstrijd hier in My Team Career Mode voor nummer 84. Welcome to the Yas Marina Circuit for the finale of another thrilling Formula One season. It's been a breathtaking year and we end it at a track that's been the scene of many glories and heartbreaks over its history. It's time to end the season in style. It's time for the Abu Dhabi Grand Prix. The Yas Marina Circuit, just over 3.4 miles long with 21 corners and two very long back straights. There are two DRS zones going into the heavy braking zones of both Turn 8 and Turn 11 and offer plenty of potential for overtaking.
The circuit comes with its fair share of tricky corners as well, in particular 15, 16 and 17, which will certainly test a driver's braking management. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about the professor. What a season they've had. A well-deserved championship victory. The pressure now surely off, with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well-managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. The Professor lines up on pole position, and Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Leclerc, Lewis Hamilton, and Ocon, Gasly, Sainz, Magnussen, and Lance Stroll, Kvyat, Perez, George Russell, and Albon, De Vries, Giovinazzi, Louis Delatraz, and Sebastian Vettel, Grosjean, Latifi, they've taken a grid penalty, Ireland, and Nobuharu Matsushita. Which of these talented drivers will come? We zijn inmiddels aanbeland bij de startgrid. Soft, medium, medium is de geplande strategie. We nemen extra fuel mee om misschien hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor de laatste aflevering van F1 2020 My Team Career Mode. Nummer 84 staat op het punt te beginnen hier in Abu Dhabi. Wij dus op pole position, nog eens op P2. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed voor onze startplek. Norris komt ook goed weg. Hij verdedigt gewoon gelijk die eerste bocht. En Norris kan nergens naartoe. En moet gewoon achter ons aansluiten. Dat is goed om te zien. Verstappen mooi naar P3. Rijdt op die medium compound. Dus een compound harder. Dus daar moeten we misschien rekening mee houden wat onze landgenoot gaat doen. We noteren paars in sector 1. Dat is logisch, want we leiden natuurlijk net de wedstrijd. En Norris zit binnen 15e van ons. Jeff zegt, ja goed, tot nu toe gaat het goed, dus dat is mooi om te zien. Norris kan hier een aanval doen voor P1, zit net te ver weg. Al gelijk in de openingsfase probeert mijn teamgenoot het om de leiding te veroveren. Tweede lange rechte stuk. Norris probeert het hier dan wel via die binnenkant, hij wurmt zich er tussen. We laten hem staan en pakken hem mooi via de buitenkant terug. Dat is goed om te zien. De eerste aanval overleeft. Ronde nummer 2 en Norris kijkt daar via die buitenkant, maar dat lukt niet. Want daar is meestal geen inhaalpunt. En dus moet Norris het nog een keer gaan proberen. Maar dan in ronde nummer 3 als de DRS beschikbaar is. En dat gaat een voordeel geven voor Lando. En een nadeel dus voor ons. Verstappen nog steeds op P3. We zitten in ronde nummer 3. En Norris kijkt daar mooi naar de buitenkant. Wij hebben onze overtakeknop aan. Proberen wat terug te komen in Norris' slipstream. Maar Norris, wat doet hij? Beweegt daar in de remzone. We moeten daar even naar rechts toe. Duwen Norris daar wijd om te laten zien dat we daar niet van gediend zijn. En dus weer de leiding mooi heroverd. Verstappen naar P2. Want Norris heeft daar een slechte exit. Dat kwam dankzij mij. En Verstappen gewoon... Nee... Norris naar P2. Nee, dit keer Verstappen. Het is dus om en om. En dit keer heeft Verstappen hem wel mooi te grazen genomen. We hebben een momentje op die curbstone. En we raken per ongeluk Max. Dat was niet de bedoeling. En Norris zit daar gelijk te kijken voor een aanval. Verstappen is beter weg. Maar wij knijpen hem daar af. En Verstappen kan hier niet langs. Norris zit in een dubbele slipstream opgesloten. Verstappen kijkt daar naar de binnenkant. Wij... bewegen op het allerlaatste moment, maar daar zit ook Lando Norris gewoon nog. Dus dat was spannend, maar we hebben het gehaald. Een nieuwe strategie beschikbaar in ronde nummer 9 om dan naar de medium band te gaan. En dan volgens mij een aantal ronden later weer naar de mediums. Maar goed, dat is dan allemaal dan wel. Ronde nummer 5 is het. En we maken een klein foutje, want Norris profiteert gelijk mee. Kijkt daar naar de buitenkant, maar wij laten hem staan. En dat is goed om te zien. Mijn laptop begint weer te blazen als een gek. Ik weet ook niet waarom dat zo gebeurt. En Verstappen naar P3. Leclerc naar 4. Hamilton 5. Norris probeert het daar opnieuw. Maar dat lukt niet. Leclerc valt Max aan. Voor P3. Een leuk gevechtje hier in Yas Marina. Voor de leiding in de wedstrijd. En voor P3 in de wedstrijd. Dat is nice om te zien. En dat pas in ronde nummer 5 van de wedstrijd.
zitten in ronde nummer 6. Als we iets te ver doorschieten, Norris kijkt daar mooi naar de buitenkant. We laten hem wat staan, een beetje wielbengen met elkaar. Maar de leiding nog steeds vastgehouden. Dat is goed om te zien, maar we maken dezelfde fout als voorheen. Dit keer erger en waren de auto daar gewoon kwijt. Norris heeft die leiding gewoon in handen gekregen door een fout van ons. We hebben Rich Mix beschikbaar, hebben geen DRS, want die heeft nog Lando Norris. We hebben overtaken op aanstaan. Kunnen hier misschien aanvallen? Nee, we kunnen er wel naartoe rijden. Volgens mij hebben wij zometeen wel DRS. Is dat een vraag? Ja, we hebben wel DRS, dus dat is goed om te zien. En kunnen wij hier naar Lando Norris toe rijden en misschien weer een aanval heropenen voor de leiding in de wedstrijd? Rijden er dicht naartoe, zitten ernaast. En dat is weer de leiding heroverd. MGUK ziet er wat helaas ernstig uit. IRS mode moet dus langzamer worden verbruikt. Norris doet weer een aanval. En dat is geslaagd. We kunnen niet terugkomen, maar raken wel de sidepod. Ik dacht, ik steek gewoon mijn neus even vooruit om te laten zien dat we er zijn. Pakken we hier dan wel mooi agressief terug. Een beetje, het is Rosberg. Hamilton is het eigenlijk all over again. Maar dan tussen mijzelf en Lando Norris voor de leiding in de wedstrijd. Met het eigen team wat wij dus leiden. We hebben het een beetje lastig. We zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. En ik denk dat zo meteen de eerste pitstops volgen. De vraag is, wanneer duikt Lando Norris naar binnen? Die duikt nu naar binnen. In dezelfde ronde dat ik het zeg, duikt Lando Norris naar binnen voor zijn eerste pitstop. En gaat denk ik naar de medium compound. Gasly naar 4. Ronde nummer 10. En we duiken naar binnen voor onze 1 na laatste pitstop zoals gepland. Leclerc is ook naar binnen. Verstappen, duikt hij mee? Die duikt mee. We hebben trouwens volgens mij voorvleugelschade. Jazeker, we hebben voorvleugelschade. Ik weet niet hoe dat komt. Dus de pitstop gaat wat langer duren. Het kan misschien zijn dat iemand in de pit alleen ons passeert. Ik hoop van niet. We kunnen nu gaan, maar de versnelling is niet beschikbaar. En Leclerc pakt ons, helaas. Tijdens de pitstops. Dat is jammer. En we komen achter Lando Norris de baan op. We hebben wel versere banden dan de rest van het veld. Ja, behalve Leclerc. En Russell natuurlijk, want die zijn ook naar binnen geweest, maar je snapt wat ik bedoel. We komen mooi voor, Esteban komt weer de baan op. En nu moeten we naar Charles Leclerc toe rijden. Die heeft een groepje jongens voor zich en kunnen al gelijk naar hem toe remmen zelfs. Dus dat is goed om te zien. Er zijn nog 17 ronden te gaan in de wedstrijd. Dus dat giet al lekker op. We hebben DRS van de Monegas. Rich Mix ingeschakeld, overtekenop ingeschakeld. We kunnen naar Leclerc toe rijden. Kunnen we ook een aanval wagen? Zitten in zijn slipstream. We proberen het van ver. En dat lukt maar net. Dat is goed gedaan. De volgende heet Kevin Magnussen in zijn Alfa Tauri. Die dit seizoen sterk is begonnen met een aantal podiumplekken hoor. Dat doet hij uitstekend. Ronde nummer 12 is het. We zetten helaas rood in sector 1 en 3 neer. Magnussen is hier wat langzaam en wij blokkeren onze linker voorband. De vraag is, wanneer kunnen wij Magnussen voorbij? Dat lukt hier al mooi via die binnenkant. Een betere exit gepakt, meer snelheid meegenomen. En dat is goed om te zien. Een plek waar het niet zo vaak kan. Maar dit keer slaagt het wel. En de volgende is Danny Kwiat. Ook in een Alfa Tauri. Dus de beide Alfa Tauri's doen het niet verkeerd. We zitten in ronde nummer 12 trouwens. Fiat is wat sneller weg op de exit. We hebben wel DRS van de Rus. We kunnen ook mooi naar hem toe remmen. Maar daar blijft het bij. Misschien bij de volgende DRS zone dat we dan wel even bij kunnen. We hebben hier een betere exit dan de Rus in zijn Alfa Tauri. Lukt dat hier dan? We kijken mooi naar de buitenkant en dat lukt. We zijn er dus mooi voorbij. P6, want Stroll rijdt voor ons en Norris rijdt ook voor ons. Onze teamgenoot is naar de softband gegaan, dus die moet sowieso nog een tweestopper doen. Wij gaan het proberen om met een eenstopper mee uit te rijden. We zitten in ronde nummer 13 van de wedstrijd. Als Lance Stroll volgt, die moeten we dus gaan passeren voor P5 in de wedstrijd. We zitten in zijn slipstream. Overteken op ingeschakeld. Stroll verdedigt die binnenkant. Wij remmen wat later dan de Canadees. Laat hem hier uitrollen. Neem maar extra snelheid mee naar deze knik. En P5 is van ons. P6 is voor Lance Stroll. En de volgende heet
Lando Norris die volgt Gasly achteraan. Want ja, dat gat naar Gasly is voor ons 4 seconden. Daar hebben we dan Lando Norris, want die zit dus achter Gasly. En dat groepje dat is maar aan het vertragen. Waarom? Die klokken zo hard met elkaar dat ze elkaar gewoon ophouden. Dus Norris en ik zijn gewoon mooi naar hem toe gereden. We zitten in ronde nummer 15, zometeen ronde nummer 16. En dan zijn er nog maar 12 rondes te gaan. Duikt iemand naar binnen? Nee, ik dacht van wel. Nieuwe strategie is beschikbaar op de MFD. Dat houdt in. In ronde nummer 19 naar binnen. Dezelfde ronde zitten we op Lando Norris zijn staart. Kunnen wij hier dan aanvallen bij onze teamgenoot? We zitten in de slipstream. Kijken hier naar de binnenkant. Remmen wat later. Moeten blokkeren. Sorry, moeten hard remmen. Om Gasly niet te raken. En P4 is van ons. Dat is goed om te zien. Zet ook groen in sector 2 neer. Maar we hebben een rode eerste sector. Dus ik denk dat het geen verbetering wordt van onze persoonlijke race ronde. Norris kan hier niet aanvallen. Dat is goed om te zien. We rijden wel naar Pierre Gasly toe. In zijn Red Bull. En lukt dat hier dan al? Nee, nog niet. We gaan zometeen ronde nummer 17 in. Daar dan via die binnenkant mooi gepasseerd. En Norris is in diezelfde ronde, in ronde nummer 16, naar binnen gedoken. Dus die volgt nu op, denk ik, een P10, denk ik. Helemaal toe op oude mediums. Heeft nog één stop te gaan. En dat betekent dat wij misschien de leiding in handen kunnen krijgen. Want Sainz is naar P1. En moet volgens mij ook nog gewoon een keer naar binnen. Dus als wij zo blijven doorrijden, dan komt er denk ik geen gevaar meer voor ons voor de overwinning. En kunnen we misschien een hele mooie bijzondere neerzetten. Hamilton zit vast achter Sainz. En ja, Sainz en Hamilton zijn dus naar binnen gedoken voor een late pitstop. Dat betekent dat wij de leiding in handen hebben gekregen. En dat gat naar Carlos Sainz is 22,2 seconden. We zouden misschien nog een pitstop kunnen maken voor naar de softbanden. Maar ik denk, nee, dat doen we niet. We blijven gewoon lekker buiten. En we moeten het nu gewoon gaan doen met deze oude, verrotte mediumbanden. We hebben daar een blauwe vlag vanwege Romain Grosjean. Die daar mooi aan de kant gaat voor ons. In ronde nummer 22. In dezelfde ronde volgens mij dat we dat zaten. Toen we overzijds finish kwamen. En ik denk dat dit hem is. We zitten in de ene laatste ronde van de wedstrijd. We gaan zo meteen ronde nummer 28 alweer in. De laatste ronde loopt voor de grote prijs van Abu Dhabi. Dan zit deze wedstrijd er alweer op. Dan zit deze aflevering er alweer op. Dan zit My Team Career Mode van seizoen 6 er alweer op. En dat betekent dat wij het gaan afsluiten. Een prima wedstrijd. Waar de auto bijna verloren. Hadden een volvleugelschade. Moesten naar binnen voor een nieuwe neus. Knokken ons gewoon terug naar de leiding. Norris dus knap naar P2. Dat doet hij ook heel goed. Want volgens mij had hij ook een volvleugelschade. Beide hadden dus een volvleugelprobleem. Ikzelf en Norris. En finishen dus alsweer op 1 en 2. Dat is heel goed. En Max Verstappen zit er zelfs reeds van neer. Ja, dat kunnen wij dus niet verbeteren. Want wij hebben oude medium banden op de auto. Nog een... Ja, hoeveel is het? Ik weet niet hoeveel kilometers nog te gaan. Maar goed, ik praat het allemaal bijeen. We begonnen in seizoen 1. Met een nieuwe career mode, omdat de oude helaas weg was gegaan. Dankzij een fout van mij met de race van Silverstone. Begonnen met Louis de Letras. Wonnen onze eerste wedstrijd in Italië. Pakten onze eerste podium in Canada in ons debuutseizoen. Seizoen 2 begonnen we sterk met George Russell. Een nieuwe auto hadden we dus. Wonnen weer in Italië. Wonnen we ook in Abu Dhabi. Seizoen 3 domineerden we. En pakten onze eerste wereldtitel met My Team Career Mode. Met mijn team en de rijderstitel. Seizoen 4 tot en met 5 domineerden wij en seizoen 6 is gewoon onvergetelijk. We pakken 4 titels in totaal. Hoeveel raceoverwinningen? Volgens mij 57 raceoverwinningen. 4 constructeurstitels. En dat betekent dat My Team Career Mode er officieel op zit. We gaan ons voorbereiden op F1 2021. A roller coaster season then, but they can go into the winter with their heads held high after an emphatic victory here today. And talk to me,
What do you think it was that sealed the win for them? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. As your driver of the day. Carlos Sainz certainly was. Hier wordt dan dus uitslag. Wij hebben dus de laatste aflevering en de laatste wedstrijd van My Team Remo. Norris mooi naar P2. Pierre Gasly naar P3. Sainz naar 4. Hamilton 5. Ocon 6. Charles Leclerc 7. Fiat 8. Magnussen 9. En Russell 10. Dat allemaal in één adem gezegd. Wereldkampioen bij de coureurs en de constructeurs van de 63 punten verschil komt Norris tekort. Helaas. En ja, 339 punten verschil naar Mercedes. Red Bull pakt toch nog Ferrari. Maar goed, deze wedstrijd zit er alweer op, mensen. My Team Cremort is officieel afgesloten. Heb je genoten van de serie? Beloont dan zeker met een like. Heb je niet genoten? Ja, dislike deze aflevering dan. En vertel me waarom je niet hebt genoten. Mocht je trouwens nieuw zijn op mijn kanaal, wil je dan alsjeblieft abonneren voor meer wekelijkse F21-21 My Team Cremort video's. Schakel ook een lekker belletje aan als je geen enkele aflevering van mij mist. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Nogmaals, ik hoop dat je genoten hebt van deze serie. Van deze career mode. En ja, dan zie ik jullie graag bij F21 21. En dan gaan we kijken wat dat ons gaat opbrengen. Tot ziens.